Van Dijk. Blind speelt hem heel gek terug. En De Leeuw scoort niet. Ja, dan zou je toch bijna denken als je die terugspeelbal van Daley Blind ziet. Die heeft nog warme gevoelens voor FC Groningen. Die geeft hem zomaar aan Michael De Leeuw. Loopactie van Sigtuursson. En die scoort heel simpel. Dat mag de verdediging van Groningen zich toch aantrekken. Zomaar Sigtuursson. De laatste weken trouwens toch heel erg productief. Scoort makkelijk. Uit de rug van Van Dijk. En simpel scoort hij. Nu staat alles op de helft van Groningen. Babel. Daar is Boerrichter. Een fout van Manjasko. Paulsen. Babel. Van Rijn. Nee. En dan de omschakeling met Kirm. Maar alleen Texera staat in de punt. Nu komt ook De Leeuw erbij. Blind. Texera en Sillissen. Moisander zoekt Babel. Vindt Babel ook met de vlaggen zo omhoog. En dit telt dus niet. Een foute beslissing dus. Manjasko komt graag op, die bek, de rechtsbek. Het is de eerste keer dat hem dat lukt. Maar hij wint niet. Oh, dat is een vliegende tackle van Limken. En daar zou ik voor fluiten als ik scheidsrechter was. Dat doet Liedermeijer ook. Hij speelt wel de bal. En hij krijgt geel ook. En daar kan ik me van alles bij voorstellen. Overtreding van Burnett, die krijgt ook geel. Eriksen boos. Nou, dit is de foute manier van agressie. Groningen dat zich bijna een half uur heeft laten aftroeven door een superieur Ajax, gooit nu de beuk erin. Maar doet dat op een verkeerde manier. Manjasko. Bakuna. Wel een van de meest constante Groninger spelers. Een kans voor De Leeuw. Wiedermeijer geeft alsnog een vrije trap aan Groningen na een overtreding. Nadat hij eerst de voordeelregel terecht toepaste. Een overtreding van Van Rijn. Het wordt Bakuna. Dat scheelt niet zoveel. Boerrichter weg bij Manjasko. Krijgt die bal nog voor. Babel. Babel opnieuw. Voor hem is de terugkeer naar Ajax niet geworden wat hij had verwacht. Nadat hij zijn contract bij Hoffenheim in de Bundesliga had afgekocht. Boerrichter. Blind. Babel. Blind. Sigtuursson. Ai, dat had 0-2 moeten zijn. Niet dat ik erop zit te wachten, want ik heb liever een spannende wedstrijd. Maar dit was een vette kans voor Sigtuursson. Manjasko. Van Rijn. De Leeuw naast. Paulsen.
Denswil. Hoessen, makkelijk. Hoessen, makkelijk. Hoessen, makkelijk hoor. 0-2 en daarmee is het gedaan, denk ik. Een echte spits, Danny Hoessen. Texera en Sillessen, die staat niks toe. Want Ajax heeft al 14 keer deze competitie de nul gehouden. En dat willen natuurlijk ook vanmiddag hier. Van Dijk. Schet. Nee, het wil Groningen niet lukken. Ook Van Dijk niet. En gaat Sigtussel nog een keer scoren? Nee, hij wil het te mooi doen. Biedermeijer blaast af in de Euroborg in Groningen. Christian Eriksen neemt vermoedelijk afscheid met de landstitel vorige week. Siem de Jong ook en met een overwinning hier in Groningen 2-0. En FC Groningen mag donderdag opnieuw dus thuis spelen om toch nog een kansje te houden op Europees voetbal volgend jaar.